Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn los voor de zevende koers, de Dakara-prijs. En na de start is het aan de binnenzijde met de paarse kap Rudolf Valentino die de leiding heeft genomen. Rudolf Valentino leidt. Op de tweede plaats is het aan de buitenzijde dan Velof Lingfield. De derde positie is voor Shiny Blue en een gat van drie lengte door Jordan's Tiger. Wordt op twee lengte gevolgd door Bluenos. Daarachter is het dan Special Mix. En de rij wordt gesloten door Flame of Love. En de paarden gaan dan nu de bocht door en gaan op weg naar de overzijde van de baan. En zo dadelijk bij het passeren van het zandpad nog 1300 meter. Af te leggen. De twee leiders verborgen achter de auto, maar het is nog altijd de nummer 1, Rudolf Valentino, die leidt. Rudolf Valentino, een halve lengte voorsprong. Velof Lingfield op de tweede plaats. En in derde positie is het dan de nummer 8, Shiny Blue. Dat zijn de eerste drie paarden. Een groter wordt het gat dan tot Jordan's Tiger. En die wordt dan gevolgd dan door de overige paarden. Zoals daar zijn Bluenos. En achter Bluenos hebben we dan nog Special Mix. En laatste van het peloton is Flame of Love. Deelnemers gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de bocht leidt nog altijd Rudolf Valentino. Voor Velof Lingfield op de tweede plaats. De twee Belgische gasten, 1 en 2. Daarachter dan Shiny Blue. En die moet het jachtseizoen op de twee leiders openen. Want die twee leiders die gaan nog onverdroten door. En schijnen aan voorsprong niets in te leveren. Als de deelnemers de bocht doorkomen op weg naar de laatste rechte lijn. In de tweede cluster ontstaat wat strijd. Daar komt dan Jordan's Tiger nu naar een vierde plaats op afstand. En zo zijn we in de laatste rechte lijn nu nog 500 meter te gaan. Nog altijd Rudolf Valentino die leidt. Velof Lingfield komt ernaast. Neemt de leiding over. De leiding is dus overgenomen door Velof Lingfield met Jente Marin. Die heeft nu anderhalve lengte voorsprong genomen op Rudolf Valentino. Op afstand Bluenos op de derde plaats. Shiny Blue zet niet door. Dan Jordan Tiger aan de buitenzijde. Komt Special Mix naar voren. Maar het is Velof Lingfield met Jente Marin die het hier gaat winnen voor België. Velof Lingfield is de winnaar. Velof Lingfield met grote voorsprong. Special Mix tweede dan Bluenos. Oh, een valpartij over de finish. Op de vijfde plaats valt dan Toon van der Troost uit het zadel bij Jordan's Tiger. Oproep voor de EHBO. De EHBO wordt met spoed verwacht aan de finish.